Yo, Gianlan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode. We gaan vandaag verder voor aflevering nummer 70 hier in China. Kan zijn dat het een beetje raar klinkt, de microfoon heeft wat kuren. Geen flauw idee, maar goed, het is wat het is. Het is niet wat ik gewend ben van de Blue Yeti, maar toch is het dus helaas zo gekomen. Maar goed, heb je de vorige video in Bahrein, de openingsrace van het nieuwe seizoen, gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik daarop en natuurlijk die video verschijnen natuurlijk. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer je voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond. Dislike hem als je hem niet leuk vond. Volg me even op de sociale media, @GiananSchraven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving van de video. Als jij de hele playlist wil zien, moet je ook even op dat i'tje drukken. Daar staan namelijk tot nu toe alle 70 video's, want dit is nummer 70 van My Team Career Mode. Het is bijna een record. Die staan allemaal in de playlist namelijk. Voeg ik gewoon toe. Hetzelfde geldt voor alle andere video's. F1 2020 deden we volgens mij 84 video's. Nou, dat gaan we dit seizoen sowieso verbreken. Want er zijn deze races nog hierna nog 14 rondes te gaan. Dus dan komen wij op 84. Dus ja, dat zou vet zijn. Kwalificatie in China verloopt gewoon droog. Ik verwacht hier niet zoveel bijzonders. Pole position ga ik niet van uit. In Bahrein hadden wij gewoon moeite om door te kunnen komen naar Q3. Want dat haalden we niet tot onze veronderstelling. Helaas, pindakaas. De updates zijn er ook gewoon mooi bijgekomen. Mercedes is wat weer uitgelopen op de rest van het veld. Wij moeten gewoon de jongens bij zien te houden. They'll be on the car, ready for the next race weekend. En McLaren, Red Bull en Alpine komen ook allemaal dichterbij. Dus ja, dat wordt nogal krapjes. En dan zijn we aanbeland bij Q1. Schieten al iets te ver door. Pakken een track limit waarschuwing. Dat is niet goed om te zien. Nogmaals, het kan zijn dat ik wat muf klink. Ik weet niet wat er met mijn microfoon aan de hand is. Maar dit is niet wat ik gewend ben. Dit is ook niet wat jullie gewend zijn. Dus hier bij mijn excuses. Ik hoop het in de volgende wedstrijd in Imola te repareren. Terwijl wij daar een klein beetje te wijd gaan. En pakken hier weer een track limit waarschuwing. En komen op een P5 met een 1.30.2. En moeten er nog een keer voor gaan zitten. Ziet er al wat door. En het is geel in sector 1 omdat daar een beetje oponthoud is. Het is inmiddels wat bewolkter geworden. Ik heb die run helaas afgebroken. Was niet goed genoeg. Dus gaan we run nummer 2 in. Officieel dan. En kijken wat dit rondje gaat opbrengen voor ons. Ik ben er gewoon benieuwd. Het moet gewoon goed gaan. Anders zijn wij de pineut en zijn wij niet door naar Q2. Zo simpel is het. En zetten groen in sector 1 en 2 neer. Maar hebben hier een momentje. Opkomen rechterstuk en dat is deze run verpest, vernacheld, weggegooid. Jammer maar helaas en moeten het zometeen opnieuw gaan doen en proberen. Dus eigenlijk is het rundje helemaal voor niks geweest. Zo simpel is het. We moeten het gewoon nog een keer gaan doen. En kijken wat wij hieruit kunnen gaan slepen. Beetje curbstone meegepakt. Gaan daar iets te wijd. En de vlag hangt uit in Q1. En noteren groen in sector 1 en 2. P17 nog steeds op dit moment. Niet goed genoeg om door te kunnen komen naar Q2. Weer een klein momentje op de exit. Komt door die curbstone. Maar dan komen wij bij start finish aan. Schieten hier te wijd. Is geen probleem. En dan zijn we door naar Q2. Goed gedaan. Op naar Q2 dan. Met nog ongeveer 12 minuten op de klok. En gaan proberen om door te kunnen komen naar Q3.
Dit wordt nogal wat. En de vraag is, waar staat Max Verstappen zometeen? Dan zijn we aanbeland bij de hairpin. Opkomen zometeen rechterstuk van onze eerste run in Q2. Met nog meer dan 10 minuten op de klok zelfs. Pakken daar helaas een corner cutting waarschuwing. En noteren een P5 op 86.000ste van Lewis Hamilton. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. Maar daar zat een Alfa Tauri van Gasly. Jazeker. Gasly rijdt ons in de weg. De vorige keer was het volgens mij ook Gasly die in Bahrein ons in de weg reed voor een kwalificatierun. Twee weekenden op een rij. Alfa Tauri's rijden dus bloedirritant. En dus moeten wij er nog een keer voor gaan zitten. Om door te kunnen komen naar Q3. Maar we zijn door naar Q3. Excuseer, dat wist ik niet. Ondanks dat foutje zijn we door naar Q3. Goed om te zien. Nou, dan zijn we lekker aanbeland bij onze eerste run. Hebben we gefinished. En dat is een P6 op een tiende van Valtteri Bottas. We moeten er dus nog een keer naar buiten voor een tweede run. Om te kijken of wij door kunnen komen naar misschien wel die P3 of die P2. Misschien pole position, maar ik ben er bang voor. Dat gaat nogal lastig worden. Ik merk trouwens dat ik mijn overtakenknop niet had aangezet. Nou, daar schiet er dan helemaal niks meer op. Toch nog, P6 is knap. Met geen overtake. Dus nu gaan we die wel gebruiken met een verse set softbanden op de auto geschroefd. En dus is het op naar de laatste run in Q3. Met nog ongeveer 1 minuut en 40 seconden op de klok. Kunnen wij naar de pole rijden? Kan Max naar de pole rijden? Kan Charles Leclerc naar de pole rijden? Wie weet, de vlag hangt over 30 seconden ongeveer uit. En dan komen wij bij de start-finish. Laatste bocht. Gaan daar iets te wijd, nemen te veel snelheid mee. En dat is P3. Op 39.000ste van Lando Norris. En dat is P3. Ja hoor. Lekker. Op 40.000ste van Lando Norris. Boeit niet. Verstappen knap naar P2. Op 13.000ste tekort. Norris dus op pole position voor de grootprijs van China. Ik zou zeggen, laten we lekker beginnen voor carrière aflevering 70. We starten op P3. Daar gaan we dan. The Chinese Grand Prix then is upon us once more. A race that saw Michael Schumacher claim his final Formula One victory in 2006. As well as Red Bull's first with Sebastian Vettel in 2009. There's no doubt, we've got plenty more drama to come here in Shanghai. Shanghai International Circuit then, a 16-corner high-speed thrill ride. The long and ever-tightening right-hander at turns 1 and 2 tests a driver's patience. And the flat, open to the element's location, tests their skill in a crosswind. Two DRS zones will assist passing and overtaking is available into turn 1 and of course down the kilometre-long back straight into the hairpin at turn 14. Anthony Davidson is alongside me as usual for the race today. Can we talk about Mercedes? There have been some tweaks to the power unit regulations, of course, and I have to say it doesn't seem, so far at least, that they've been able to keep up. It doesn't look promising for them so far. And if the new regs have hit them as hard as we think, well, I suspect they may need a few late nights at the factory to get back on track. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lando Norris will lead us away from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have the Professor, Hamilton, Sergio Perez and Ricciardo, Tsunoda, Leclerc, Gasly and Guan Yu Zhou, Russell, Sainz, Antonio Giovinazzi and Stroll, Bottas. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ocon, Callum Ilott, and Marcus Armstrong. Latifi, Lundgaard, Mick Schumacher, and Nikita Mazepin. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish.
Een top 10 finish is dus het doel, zegt Jeff. Daarvoor moeten wij ook gaan knokken. Strategie soft, medium, medium. Neem een extra fuel mee om wat harder te kunnen pushen. Daar gaan we naar voor carrière aflevering 70 van F1 2021. My Team Career Mode. We starten op een P3. Voor ons Max Verstappen en Lando Norris. De lampen gaan uit. En we zijn onderweg. En we komen wat moeizaam weg. Wielspin al gelijk. En Ricciardo is beter weg. Wij knijpen hem daar al gelijk af. En dat is een touché met Australiër. Ricciardo gespint. Geel in sector 1. En een safety car. We moeten daar even op letten vanwege Verstappen. Safety car op de baan. Okay, watch your pace. We've been informed that the safety car. Een safety car op het asfalt. Meerdere stilstaande voertuigen op het circuit. Sainz is volgens mij weg. Herhaling van Daniel Ricciardo die gewoon heel goed wegkwam. En dan gooien wij hier de deur zometeen dicht. Jazeker. En Ricciardo tikt ons op het achterwiel aan. Oh, daar knalt een Ferrari er vol bovenop. Dat is volgens mij Carlos Sainz. Carlos Sainz weg uit deze grote prijs. Herhaling en een onboard van de Spanjaard. Die ziet daar zometeen Sainz. Sorry, die ziet er zometeen Ricciardo spinnen. Die denkt hier een slimmere weg te kiezen. Maar knalt daar vol op de Australiër. En weg is Carlos. Letterlijk car. Los. Vanwege de auto die totaal los is. Maar goed, we moeten even opletten. Want we knalden daar bijna weer tegen de achterkant van Max Verstappen op. Lando Norris mag het tempo gaan bepalen tot aan de finishvlag. Wanneer gaat Norris op de gas? Hier gaat hij op zijn gas. We galopperen ons compleet in die laatste bocht. The track is clear. Green flag. En we kunnen weer racen, want groene vlag wordt gezwaaid. In ronde nummer 4. Norris en Verstappen zijn goed weg. Wij proberen hier misschien aansluiting te vinden. Maar dan kijkt Lewis Hamilton daar aan die binnenkant. Moet hem daar even laten gaan. Hij probeert daar toch te kijken. Ook aan die binnenkant bij bocht nummer 2. Lukt ook niet. En nog 24 rondes te gaan in de wedstrijd. Gele vlag in sector 1. Omdat daar iemand stil gaat vallen. Dat is volgens mij Guang Yu Zhao. Die er gaat uitvallen. De eerste Red Bull uitgevallen in zijn thuiswedstrijd nog wel. Pijnlijk, pijnlijk, pijnlijk. Jammer, maar helaas. Wij moeten gewoon focussen op onze eigen wedstrijd. P3 nog steeds. Max en Lando zijn weggereden. Dat gat is 1,6 seconden naar Lando Norris. En ruim een seconde naar Max Verstappen. Herhaling wat er is gebeurd met de Chinese coureur voor thuispubliek. En hier is het dan al gedaan. Jazeker. Een rokende Honda motor. Hopelijk hebben wij daar geen last van. Zeg ik dat goed? Dat zeg ik goed. En Norris en Verstappen zijn naar binnen gedoken. En wij gaan proberen een overcut te slagen. Maar ik ben bang dat het heel krap wordt. We moeten zometeen alles goed nailen. De pitstop moet goed zijn. Norris moet verkeer hebben, maar dat heeft hij niet. Verstappen heeft ook geen verkeer. Dus ik ben bang dat we erachter komen. Helaas. De pitstop wordt 2,7, wat aan de langzamere kant. En Norris en Verstappen hebben ons gepasseerd. En daar zit ook gelijk Mick Schumacher. Maar die passeren wij hier mooi terug. Hij laat ruimte aan die binnenkant. En dat is P12. De volgende heet dan Max Verstappen. Dit gaat om de leiding in de wedstrijd. En Norris en Max zijn nog steeds aan het vechten voor positie. Nog 20 rondes te gaan in de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 9 als we daar dan Lundgaard hebben. Ik weet niet wat mijn tong zei, maar het is echt Christian Lundgaard. Die maakt het hier ons wel een klein beetje lastig. Hetzelfde geldt voor Latifi en Max. En wij doen precies dezelfde inhaalactie op precies dezelfde auto. Wat mooi. Max op Latifi. Wij op Lundgaard. In precies dezelfde bocht. Synchronisatie on point. Nu doorrijden naar Latifi. En die zien te passeren. Hij houdt ons hier een klein beetje op. Dat gat is al ruim 1,5 seconden. Latifi gaat er ook heel extreem verdedigen. We kijken naar de buitenkant.
en duwen Latifi gewoon dat broodje op. En dat is P10 weer in de punten. En we zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Als we daar bijna die auto kwijt zijn, krijgen we ook een track limits. Hebben we wel DRS van Max. Lopen er naartoe, maar kunnen nog niet echt aanvallen. En nog 17 rondes te gaan. Verstappen zit in een treintje. Hetzelfde geldt voor Norris en Hamilton. En die andere lui, die moeten nog een keer naar binnen. Dus die gaan hier de leiders in de wedstrijd virtueel ophouden. En dat geeft ons een uitstekende kans om Max aan te vallen. Voor P9. Lukt hier nog niet. Zometeen hier dan. Jazeker. Norris en Verstappen slapen achter Marcus Armstrong. En wij profiteren daar gelijk van. We zagen een gat. Doken ervoor. Norris en Verstappen knepen dat gat niet af. En zo heb je twee posities in één manoeuvre. Ook hier is dan Marcus Armstrong gezien. En dat is P7. Hopen dat Armstrong nu Norris en Verstappen op kan houden. En we zitten nog steeds in ronde nummer 13 volgens mij. Als Norris dat gat en Verstappen dat gat hebben gedicht. Dat is nu ongeveer een halve seconde geworden. Ricciardo op P6. Rijdt een uitstekende wedstrijd. En wij moeten zorgen dat we de Australiër zo snel mogelijk voorbij zien te komen. Want we moeten niet worden opgehouden in deze grote prijs. We moeten zo snel mogelijk Ricciardo voorbij. En Ocon naar binnen met een 5 seconden tijdstraf. En daar vallen we Ricciardo aan de buitenkant. Lukt dat? Het wordt een beetje close. Hier nog steeds nek aan nek, zij aan zij. En dat is P5. Mooi. Top gedaan op naar Antonio Giovinazzi. We zitten op de helft van de grote prijs. Tot nu toe een uitstekende wedstrijd. Daar hebben wij dan Giovinazzi nog steeds in diezelfde raceronde. Ronde nummer 14 op dat rechte stuk. We gaan er zo meteen als een gek voorbij. Jazeker, Giovinazzi gaat al verdedigen, maar dat heeft geen zin. We kijken naar de buitenkant. Sturen gewoon in. En Giovinazzi is gezien. Dat is P4. De volgende heet dan Lance Stroll en Callum Ilott. Stroll is naar binnen geweest. Dus rijdt Callum Ilott voor ons in ronde nummer 15. En die gaan wij hier dan passeren. Nou, nee, net niet. Want we hadden een momentje overstuur van correctie. En Ilott leeft nog een aantal meters. Maar niet voor lang. Gaat hier extreem hard verdedigen. Wij duwen hem gewoon opzij. En dat is de leiding heroverd. Verstappen op P5. Norris op P4. En dat is goed om te zien. En Giovinazzi duikt naar binnen. Pitwindow is open, maar ik ben van plan niet meer te stoppen. Dat doen we dus niet meer. We zitten inmiddels in ronde nummer 27. Als Max en Norris nog een keer naar binnen zijn geweest. En dat is slecht voor hen uitgepakt. Want die rijden niet meer op podiumkoers. Bottas naar het podium. Perez naar het podium. Hamilton op 23 seconden gereden. Stroll op 24 seconden. Daarachter is het Norris en Max. Pijnlijke wedstrijd voor Lando Norris en Max Verstappen. Wij gaan hier dus weer een wedstrijd winnen. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd natuurlijk. We moeten hier alles cool zien te houden. En als het zo eindigt, dan hebben wij over twee wedstrijden de maximale score voor een rijder gepakt. Dan hebben wij 52 uit 52 punten genoteerd. Want we hebben dat snelste raceronde in handen. Zometeen opmaken voor dat rechte stuk. Er zijn geen achterblijvers meer gezien. Schumacher wel op een ronde gezet. Of het was Nikita Mazepin, dat weet ik al niet meer. Nog een aantal meters te gaan. Dat rechte stuk is ongeveer 800 meter lang. Dus dat is nog een eind. Maar dat betekent dat wij 2 uit 2 gaan maken. In seizoen 5. Max niet op het podium. Door een mislukte strategie. Norris verpest het voor zichzelf. Door een mislukte strategie. Door een 2-stopper te doen in plaats van een 1-stopper. Wij profiteren van die blunders. En gaan hier weer een wedstrijd winnen. In China, in My Team Remo, pakken dat snelste race om het punt ook nog eens erbij. En dan gaan we ze opmaken voor de volgende race
in Emilia-Romagna. Just fantastic. You deserved that race win. And with that, we wrap up yet another incredible Grand Prix weekend. So, Anthony, what made the difference out there today? Without a doubt, the safety car changed everything today. The key to their success was keeping calm and reacting to the situation quickly. We've seen teams in the past throw away wins because they were too hesitant, but here they were decisive, and that's allowed them to take the advantage. A show-stopping performance from the three drivers approaching the podium right now. It's been an interesting Grand Prix, that's for sure. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de eerste race van het nieuwe seizoen. Pakken dat snel als racehonderdpunt. Max van P1 naar P2. Ocon krijgt driver of the day. Gasly pakt zijn eerste podium sinds de grote prijs van Canada. Sorry, sinds de grote prijs van Frankrijk, En Mercedes stelt teleur, 9e en 10e. Twee uitvallers, Russell en Giovinazzi. En wij beginnen het seizoen weer sterk. Hebben 8 punten voorsprong op Max. En zijn al 32 punten los van Ferrari. Dus tot nu toe, uitstekend. Hopelijk dat we dit ook kunnen vasthouden voor de rest van het seizoen. Het team acclaim is dus gewoon goed. Zoals altijd. Het sponsorengeld. Eentje niet gehaald. Dat is namelijk je rivaal bestaan tijdens de race. Dat vind ik gek, want we zijn als eerste gefinished. Dus dan moet je je rivaal wel hebben verslagen. Maar het spel denkt, nee, zo hoort het niet. Zo werkt het niet. Nou, maar goed. Maakt niet uit, $161,43 miljoen op de bank. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Creator content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Volg me ook even op sociale media. @GianLandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. En dan zie ik jullie snel bij een nieuwe video. Dan gaan we lekker verder in China. Bij een nieuwe video natuurlijk van F2021 My Team Career Mode. Hopelijk tot dan. Tot ziens. Nou, hier ben dan dus de uitslag van de wedstrijd. Wij winnen dus de eerste race van het nieuwe seizoen. Pakken dat snel als racehonderdpunt. Max van P1 naar P2. Ocon krijgt driver of the day. Gasly pakt zijn eerste podium sinds de grote prijs van Canada. Sorry, sinds de grote prijs van Frankrijk, En Mercedes stelt teleur, 9e en 10e. Twee uitvallers,